Nederland, Duitsland, even stoer moeten doen. Ja. Ten opzichte van Rusland en Oekraïne. Waar we de Oekraïners niet mee helpen. En de rest van de wereld in problemen brengen. Wat? Nou ja. Dat is, weet je, Marianne, dat is er, als je een afweging maakt tussen plus en min, kort en lange termijn, dan is er toch alles fout aan. Nou, Kees. Je hebt een weekje nagedacht sinds onze vorige uitzending. Die heeft overigens 26.000 kijkers getrokken op YouTube. Mm-hmm. Daar ben ik niet ontevreden over voor de eerste uitzending. En hoe is het jou vergaan daarna? Wat heb jij voor reacties gekregen? Heel weinig. Heel weinig? Hey, nou ja, jij doet je best om zo vindbaar mogelijk te zijn. Ja. En ik doe mijn best om zo onvindbaar mogelijk te zijn. Maar je bent ook niet gebeld door de AVRO of WNL of Pont? Nee, nou ja, goed. Marianne, ik heb vorige week zei ik van nou, ik ga er eens over nadenken. Ja. En ik heb eigenlijk geen enkel argument kunnen bedenken waarom ik het niet zou doen. Jij neemt mijn aanzoek aan. Voorlopig. Ik heb een hele studio voor je gebouwd inmiddels. Mijn man heeft een hele studio voor je gebouwd. Voorlopig. We gaan eens kijken hoe het gaat. Ja. Maar waar gaan wij het dan over hebben zoal? Wat zijn de onderwerpen die hier de revue gaan passeren? Kijk, bij BNR had ik natuurlijk een column over de wereld. Een dagelijks feuilleton over de wereldeconomie. En dat vind ik leuk om te doen. Maar ja. Dat was wel een beetje mijn terrein. En er zijn ook wel een aantal andere terreinen waar ik ook erg in geïnteresseerd ben geraakt in de loop van de tijd. En waar ik ook veel tijd in heb gestoken. Hè. Denk aan het milieu, klimaatbeleid, corona natuurlijk veel tijd in gestoken. Oekraïne veel tijd in gestoken. En daar zit in mijn beleving ook wel een zekere rode draad in. Ja. In datgene wat er gebeurt. Ja. En dat is in mijn beleving leiderschap. Of in wezen het gebrek aan leiderschap. Leiderschap. Dat is de rode draad. In de breedste zin des woordens. Ik zou graag de komende tijd met enige regelmaat over leiderschap praten. En dan op concrete dossiers natuurlijk. Hè. Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? En waarom denk ik dat een heleboel dingen beter kunnen? En waarom gebeurt dat niet? Wat is de rol van leiderschap erin? Hoe komen besluiten tot stand? En wat zijn de consequenties? Dingen gebeuren niet vanzelf. Ja. Het is niet per ongeluk dat grote dingen gebeuren. Daar zijn besluiten aan vooraf gegaan. En die besluiten zijn gebaseerd op projecten, plannen, modellen. Cijfers. Ja. Nou, en daarvan vind ik ook, daar kun je gewoon nagaan op basis waarvan ze die besluit nou genomen. En is dat ook zo? Ja. Dat is mijn ding in de economie ook altijd geweest. Er wordt een besluit genomen op basis van data en voorspellingen, god weet wat. Dan kun je je afvragen, zijn die juist? Ja. Gebruiken ze de juiste cijfers? Hebben ze de juiste verwachtingen? En op basis het niet hebt, kom je tot de besluiten die je genomen hebt. En kom je tot besluiten waarvan ik denk, dat ze veel beter hadden kunnen zijn. Ja, en dat gaat dus breder dan de dingen die jij gewend was bij BNR te bespreken. Ja, nou goed, dat had met BNR en het format te maken. Ja. Die dat klimaat en het corona, daar hou ik al heel lang bij wat daar gebeurt. Ja, precies. En op basis waarvan het gebeurt. Ja, ja. En is dat ook zo? En wat zou dan nu in onze eerste aflevering samen een onderwerp zijn wat we even af moeten kluiven? Nou, de Oekraïne natuurlijk. De Oekraïne, ja. Want heeft dat ook met leiderschap te maken? Ik denk het wel. Waar gaat het fout? Ja, vanaf dag 1 gaat het al fout natuurlijk. Maar hoe kijk jij tegen de Oekraïne-crisis aan? Ja, het is onvoorstelbaar wat daar gebeurt. Hè. Wij hebben de Nederlandse regering. Kijk, dat is mijn punt ook een beetje. Wat zou de prioriteit 1 moeten zijn voor de Nederlandse regering? Altijd en overal. Prioriteit 1 van de Nederlandse regering. Wat zou die moeten zijn? Nou ja, dat we het hier een beetje leuk hebben met z'n allen. Nederland. Denk ik, de toch? Nederland en de Nederlandse bevolking. Ja. Dus je moet besluiten nemen. Korte termijn, lange termijn. Waar waarschijnlijk niet iedereen blij mee is. Maar dat is altijd zo, want we verschillen van mening. Maar waarvan je kunt zeggen, dat is wel goed voor de Nederlandse bevolking. En je moet geen besluiten nemen. Waarvan je al heel snel kunt zeggen, dat is al slecht voor de Nederlandse bevolking. Ja. Maar dat is prioriteit 2 voor de Nederlandse regering. Europa. Ja. Want we zijn al 5, een jaartje of 65, 70 bezig met de Europese eenwording. Hè, te beginnen in de EEG en de eurozone en zo. Ja. Dus als we een tweede prioriteit hebben, gaat het dan goed met Europa. Ja, de EU. De EU, de eurozone afhankelijk van je naar kijkt. Ja. En dan zou ik zeggen, dan kijken we eens naar de rest van de wereld. Ja. Of we daar een positieve bijdrage kunnen leveren. En met het Oekraïne verhaal is, hè, het maakt niet waar je naar kijkt. Wat wij gedaan hebben als Nederland is, in mijn beleving, niet goed voor de Oekraïne, om het voorzichtig te formuleren. Ja. Het is niet goed voor Europa. Het is niet goed voor Nederland. En het is misschien goed voor Rusland. Dat is de uitkomst. Dat is de uitkomst van de besluiten die genomen zijn. Dan zou ik zeggen, dat moet beter kunnen.
Maar had dit voorkomen kunnen worden dan, in jouw beleving? Ja, natuurlijk. Ja. Nee, kijk, dat conflict tussen Oekraïne en Rusland kon niet voorkomen worden. Want dat is tussen die twee landen. Ja. Maar wat wij daar gedaan hebben en wat de consequenties zijn voor ons, Europa en voor de wereld, dat wel voorkomen kunnen worden. Kijk, we moeten wat doen. Ja, kan ik wat meer wilken, maar wat gaan we doen? En hoe snel gaan we wat doen? Je hoeft echt niet onmiddellijk wat te doen. Je kunt ook even nadenken en dan iets bedenken. Of je denkt, dat draagt bij aan het oplossen van het conflict. En het gaat niet ten koste van Nederland en Europa. Ja. Je kunt ook niks doen, mag ook. Dat is niet verboden. Maar we hebben natuurlijk eind februari zijn we er vol ingegaan in dit conflict. En ik denk al vrij snel wel duidelijk, wat ik net al zei. Het is slecht voor Oekraïne. Het is slecht voor Europa. Het is nog slecht voor Nederland. En de Russen hebben er weinig last van. Want als we dat even afpellen. Slecht voor Oekraïne, dat lijkt me duidelijk. Dat hele land wordt naar de puinpoeier geschoten. Niet het hele land, een deel. Er is heel veel menselijk leed, er vloeit bloed. Nou ja, laten we eens beginnen met het begin. Hè? Dus die aanval van de Russen. Hè? Daarvan kun je zeggen van, ho, weet je wel. Wat zijn we hier in godsnaam aan het doen? Hè? Ja. En wat nou wat intrigeerde, binnen één dag was duidelijk, internationaal, we hebben een good guy, Zelensky, en een bad guy, Poetin. Ja. En meer discussie was niet. Ja, dat was het filmscript wat we volgen. En dat was binnen één dag, hè? Was gewoon duidelijk. Ja. Als jij iets positiefs over Poetin durfde te zeggen, was je toch echt wel, was je niet oké. Okay. Weet je, bijna het land uitgeknuppeld. Ja, exactly. Ja. We kunnen ook proberen ons te verdiepen in waarom heeft Poetin dat gedaan. Daar spelen natuurlijk de Amerikanen een hele grote rol in. Ja, maar waarom? Amerika en Rusland. Amerika, daar lopen natuurlijk een groep mensen rond die Rusland nog steeds zien als de vijand. Ja, dat is natuurlijk uit de Koude Oorlog is dat ontstaan. Ja. En dat verhaal wordt groot gehouden. En die hebben de Oekraïne, blijkt nu, dat wist ik ook niet, maar dat blijkt allemaal. Die blijkt de Oekraïne toch al heel erg lang gebruikt te hebben om Amerika, om Rusland te irriteren en te prikkelen. Ja, uitlokken. Nou, dat is maar de vraag. Maar gewoon, die hebben Oekraïne gebruikt als plaats om gewoon de Rusland haat te etaleren. En Maar dan moet toch een doel hebben? Of is dat alleen maar gebaseerd? Nou, dat heeft ook geopolitieke overwegingen natuurlijk. Hè. Dat was met de Koude Oorlog had je natuurlijk Rusland. Of Amerika aan de ene kant. Ja. Als leider van de vrije wereld. En de grote vijand was Rusland. Nou, dat is ondertussen. Rusland is niet zo sterk meer. Die hebben natuurlijk een enorme klap gekregen in de loop van de tijd. We hebben ook van China gekregen en andere landen. Maar de Amerikanen leven nog steeds in ieder geval een groep Amerikanen leeft nog steeds in het idee van Rusland is de grote vijand. Dus het heeft geopolitieke overwegingen. Die Amerikanen zijn, het NATO-verhaal speelt daar natuurlijk een rol in. Ja. Die Amerikanen die zijn altijd bezig om de NATO uit te breiden richting Rusland. Ja. Waarvan Poetin op een gegeven moment gezegd, al vrij snel heeft gezegd van, nou, uitbreid tot daar en toe, maar niet op mijn deur, niet aan de grens. Ja. Vind ik zelf niet heel erg onredelijk. Maar goed, dus die Amerikanen hebben iedere keer tegen Oekraïne gezegd, jullie kunnen lid van de NATO worden, weet je wel, we gaan jou helpen, we gaan jouw leger trainen, god weet wat. Dus dat was voor Poetin ook, hè, toen dat verhaal groot bleef, was dat voor Poetin ook een reden, al een aantal keer te waarschuwen, doe dat niet. Ja. Dat is één. Tegelijkertijd, in Oekraïne zijn natuurlijk ook dat Oost-Oekraïne, waar nou het conflict passeert, daar wonen tamelijk veel Russen. Dat is ook logisch ook, hè, want Oekraïne is lang van Rusland geweest. En als je nou gewoon kijkt, wat we ook niet wisten, maar wat wel duidelijk wordt, dat die Oekraïners hun Russen extreem slecht behandeld hebben. Al een jaar of 10, 12, gewoon extreem slecht. Ja. Dus ook allemaal een beetje onder de radar van altijd, het Westen. Altijd onder de radar, nee, niet een beetje, gewoon volledig. Hè, maar niet volledig, want er was natuurlijk wel, toen er al sprake van was, ook met dat Oekraïne-referendum, hè, die toenaderingspogingen vanuit Oekraïne naar de EU is ook wel gezegd van ja, maar het is een heel corrupt land, mensenrechten schendingen. Het is niet dat we dachten dat het alleen vrolijke bloemetjes was. Nee, we hadden gewoon niet een idee hoe slecht die Oost-Oekraïns behandeld zouden worden. Dus dat is voor die Russen, je moet je voorstellen, stel je voor dat in België een Franse regering komt en die gaat de Nederlanders, De Nederlandstalige zwaar onder de duim zetten. Ja. Dan zit er ook te kijken van, hey, wat gebeurt er allemaal? Dat doen we 10, 12 jaar. Ja. We bombarderen onze eigen bevolking, we ondermijnen alles. Nou, dus dat is voor die Russen natuurlijk ook wel een ding, voor Poetin ook wel een ding geweest. Van, mijn landgenoot, ook al wonen ze in een ander land, worden wel heel erg slecht behandeld. Dus die optelsom van dingetjes, dat is allemaal groter geworden in de loop van de tijd. En toen bleek ook nog eens een keer dat die Oekraïners van plan waren om de Oost-Oekraïne nog eens extra onder druk te zetten. Dat was begin februari. Dus NATO, historische slechtbehandeling en een nieuw offensief vanuit Oekraïne. This is it.
Ja. Nou gaan we gewoon tekeer. Ja. Is dat goed te keuren? Ja, waarschijnlijk niet, maar dat wil wel zeggen, het is meer te begrijpen dan je denkt. Geweld is nooit goed te keuren. Nee, maar de Oekraïners, die hebben nog totaal veel geweld gebruikt tegenover hun eigen bevolking. Maar goed, ja. Dus dat is het grote beeld. Hè? Maar wij, dat is in Europa, binnen één dag, wat we net al zeiden, we hadden een dader en we hadden een slachtoffer, wij gaan ons ermee bemoeien. Ja. Met sancties. Ja. Onmiddellijk. Ja. Maar is dat dan alleen maar op het sentiment van goed willen doen? Dat is met leiderschap, Marjan. Dus op zich is dat te prijzen, dat je iets goeds wil doen. Ja. Maar dan is de vraag, wat ga je doen? Hoe ga je het doen? Hoe snel ga je het doen? En wat zijn de consequenties? En dat is natuurlijk volledig ontspoord. Hè? Dus de oorspronkelijke gedachte, we moeten wat doen. We moeten wat goeds doen. Dat was na 2 dagen, 3 dagen. Ik zei, jongens, weet je wel, waarom moet je onmiddellijk wat doen? Waarom moet je beginnen met sancties? Waarom moet je beginnen met mensen maar binnenhalen? En wapens sturen. Nee? Wat is daar op tegen? Wat ik dan altijd hoor is, Rusland is een hele kleine economie. Dus zij hebben meer last van onze sancties dan dat wij er last van hebben. Dus dat is dan toch een heel schoon middel? In theorie misschien. Ja. In theorie. En maar dan kom je terug. Dan kom je naar mijn verhaal, het economieverhaal. Wat je nou al zag gebeuren pre-Oekraïne. Ja. Was dat de energieprijzen aan het stijgen waren. Heel behoorlijk. En de voedselprijzen heel behoorlijk aan het stijgen. Dat was al aan de hand. Ja. Dat had niks met Oekraïne te maken. Oekraïne en Rusland zijn in de wereld van olie, gas en voedsel hele grote spelers. Ja. Dus als je daar zonder over na te denken, bam, wij gaan wat doen, dan heeft dat consequenties voor die prijs. Want dan gaat iedereen die olie moet kopen en die gas moet kopen en die voedsel moet kopen, die wordt nerveus. Want wat gaat dit betekenen? Ja. Dat weten we niet, maar voor de zekerheid gaan we gewoon kopen. Dan gaan de prijzen omhoog. Dus die inflatie, voedsel en energie, die was aan het oplopen. Dat was al, maar die heeft nu een enorme vlucht genomen. Ja. Door die onzekerheid die ontstaan is over wat gaat er dan gebeuren? Sancties, voedselprijzen, god, wat gaat er nou? Maar is dat altijd negatief, Kees? Want kijk, je hebt natuurlijk ook, innovatie drijft ook op dit soort dingen. Hè? Dus op het moment dat er daadwerkelijk een reden is om naar een andere vorm van energieopwekking te gaan, of naar een andere vorm van voedsel, of moeten we toch niet eens Afrika maken? Dat kan toch onder druk hiervan juist ook hele mooie dingen ontstaan? Maar dan moet je erover nadenken. En dit was, donderdag valt hij binnen, vrijdag waren de sancties. Daar is niet over nagedacht hoor, echt niet. Nee. En eenmaal A gezegd, moet natuurlijk B zeggen. En C. Dus we krijgen al tamelijk snel werd duidelijk dat die sancties slecht waren voor Nederland, slecht voor iedereen, behalve voor Rusland. Want de prijzen stegen, goed voor de Russen. Ja. Hebben die Russen daar helemaal geen last van, zeg jij? Er komt nog een verhaal bij natuurlijk. En als je gewoon kijkt naar, er werd ook al vrij snel duidelijk, de Rusland-haters, dat waren de rijke landen. Ja. Ja. De rest van de wereld, China, India, Brazilië, ja, not so much. Die zaten gewoon te kijken, die westerlingen, die hebben bombarderen Irak, bombarderen Syrië, Afghanistan, Kosovo, Jemen. En dat is allemaal oké. En nou doen één van ons, doet het ook. Hè? Daarmee keuren we niet goed. Hè? Maar een enorme twee maten gemeten. En, ja. En dat zie je ook gebeuren in mondiaal. Hè, Rusland en China zijn geen vrienden. Maar ze beginnen nou wel een gemeenschappelijke vijand te krijgen. De VS. Ja. Dus er begint in de rest van de wereld ontstaat ook een vorm van samenwerking tussen alle niet-rijke landen. Ja. Dus die Russen kunnen gewoon, hè, die gaan maar kijken hoe gaan we ermee manoeuvreren. Die hebben er niet zoveel last van. Maar die prijzen, en dat is voor ons een heel dik minpunt. En wat er nog bij komt, en dat is ook een minpuntje, kan ik je vertellen, in de grote mensenwereld. Die Amerikanen hebben alle Russen te goede bevoren. Dus in de rest van de wereld zit ze gewoon te kijken. Dus als Nederland of als Amerika vindt dat er bij ons iets mis is, dan worden al onze spullen worden geconfiskeerd en we zijn ons geld kwijt. Ja. Ja, weet je wel, dat is ook voor het eerst gebeurd. Binnen één dag, binnen 2 dagen. Ja, ja. Dus in de rest van de wereld, dat is gewoon 3,5 miljard mensen die gewoon te kijken. Van, dat kan ons ook gebeuren. Ja. Als Joe Biden iets vindt of als Mark Rutte iets vindt. Dus we zijn als Europa helemaal niet veilig om te investeren. Nee, de rest van de mensen kijken van, weet je wel, die rijke landen helemaal. Wij moeten gewoon gaan. Zelf. Wij moeten gewoon minder afhankelijk worden van die landen. Dus dat is het geopolitieke verhaal. Ja. Dat is eigenlijk de katalysatorfunctie. Dus kijk, je hebt gewoon drie oorlogen. Hè? De echte oorlog, die wordt uitgevochten in Oost-Oekraïne. Ja, met de bommen en de tanks. Winnaar Rusland, big time.
De psychologische oorlogsvoering. Dus Rusland en Oekraïne. Winnaar Zelensky, want we geloven nog steeds alles wat die gozer uitkraamt. Echt onbegrijpelijk. Ja. Oppositiepartijen worden verboden. Ja. Als jij je vinger opsteekt, daar word je opgepakt, dan ga je de bak in. Dat is de propaganda. Nou ja, maar bovendien, dit man is gewoon een acteur, weet je? Die zit in de rol van zijn leven. Nee, maar de regering daar is een muilkorf van de oppositie. We versluiten politieke partijen, we sluiten kranten. Dus zo'n democraat is het ook niet. Nee. En om te beginnen, we bombarderen onze eigen volk. Hè? Dat was ook Zelensky, als niet goed bekend is. Dus, maar wij geloven lock, stock and barrel wat er uit die kraam komt. Ja. En er is een geopolitieke oorlog. Hè? Dus de Russen winnen een fysieke oorlog. Zelensky doet het goed met al zijn onzin in de psychologische oorlogsvoering. Ja. En het geopolitieke verhaal is in volle oorlog. Dus ik denk dat Amerika de grote leider van de wereld, dat begint te veranderen. En de rest van de wereld begint zich te verzamelen. Ja. Maar terug naar Nederland. Hè? We hebben dus hogere prijs voor alles. Dus wat hebben we nou gewonnen? Sancties. Ja. Inflatie loopt op, koopkracht neemt af. Dus de hele Nederlandse bevolking die wordt daardoor getroffen. Ja. Hadden we natuurlijk de man, Hugo de Jonge. Dus we hebben dan tegen Oekraïne gezegd, jullie zijn welkom. Ja. Dan zeg je tegen Nederlandse mensen, al 15 jaar op een wachtlijst staan. Ja, Oekraïne moet ook omhoog een huis hebben natuurlijk. Ja. Dan blijven we even 20 jaar op de wachtlijst staan. Ja. Ja, weet je wel. En dat bedoel ik met, als je iets doet, kijk dan ook wat de consequenties voor Nederland zijn. Nou, koopkracht voor iedereen. En de huizenmarkt wordt verder onder druk gezet. Ten koste van de Nederlanders die gewoon keurig, netjes en braaf gewacht hebben. Ja. En wat hebben we dan gewonnen? Nou, daar komen we. Dus het is een minpunt. Dat is voor Nederland. Dat geldt voor de Duitsers en Europa ook. Wat hebben we dan gewonnen? Het conflict duurt voort. Nou, wat ik net al zei. De Russen winnen de oorlog. Dus dat gaat ten koste van Oekraïners. Hè? Ja. Oekraïnse leven. Er gaan veel mensen dood in Oekraïne. Ja. Die gedwongen worden om te knokken door Zelensky. Die gewoon ook wil blijven knokken, omdat hij door Amerika gepusht wordt om te blijven knokken. En er continu wapenleveranties dus ook. Maar goed, dus dat conflict. Wij verlengen dat conflict. Ja. Net als wat ik al zei, de oorlog wordt gewonnen door Rusland. Dat is onmiskenbaar. We verlengen alleen het lijden van de mensen. Niet van de Oekraïners. Ja, van de Oekraïners. De Oekraïners worden door de Amerikanen gebruikt als wisselgeld in hun conflict ten opzichte van Rusland. En wij doen mee. Dat kost onze eigen rekening. Jan, ik weet niet hoe jou zit, maar dat vind ik niet zo'n goede deal, eerlijk gezegd. Maar kan je in de huidige wereld, of laat ik het nog anders stellen, jij bent macro-econoom. Nee, ik ben leider. Je kunt zeggen van, er is geen enkele reden om in één dag rare dingen te doen. Nee, oké. Dat is leiderschap. Ja. Daarna ga je eens nadenken. Ja. Worden wij meegesleept door Amerikanen? Dat kan, maar je kunt het besluiten om het te doen. Tuurlijk, ja. Maar overdenk even de consequenties. Ja, dat is één. Ja. En, niet onbelangrijk, dan ga je naar het Nederlandse parlement toe. Ja. Het gaat naar het Nederlands parlement toe. Dan leg je uit wat je van plan bent. Ja. Wat de consequenties zijn. Hè? Ja. Voor zover je dat kan bekijken. Nou, dat was al vrij snel duidelijk. En dan zeg je, dames en heren, 150. Wat denken we ervan? Ja. En als het Nederlands parlement zegt, nou, wij vinden het best dat we koopkracht verliezen. De wonenmarkt opgezet wordt. Dat de Oekraïners doodgeschoten worden. En dat in de rest van de wereld armoede toeneemt. Om een goed blaadje te komen met de Amerikanen. Dan moeten we dat doen. Ja. Ik ben het er niet mee eens. Hè? Niet een beetje, maar totaal niet. Maar je stelt iets voor, je praat over de consequenties en zegt, nou, wat denken we? Maar zo is de discussie natuurlijk helemaal niet gevoerd. Maar dat bedoel ik met leiderschap. Hè? Je maakt een plan, je denkt over de consequenties. Jij vindt het acceptabel. Hè? Ja. Je ziet ook dat in die Oekraïne-crisis is ook Rutte natuurlijk een klein beetje achterover in de struiken gedoken en heeft het aan Ursula von der Leyen overgelaten. Dus Ik heb ook niet het gevoel dat wij als Nederland überhaupt een poging hebben gedaan om positie in te nemen. Maar kan dat nog wel? Want natuurlijk kan dat. Maar even terug wat ik net wilde vragen aan jou. Jij bent macro-econoom. Is het nog van deze tijd om in een soort protectionistisch model te gaan zitten? Hoezo protectionistisch model? Nou, als je zegt, de Nederlandse overheid moet er eerst zijn voor de Nederlanders. Ja, ja. En dan kijken we nog wel een keertje verder. Dan kijken we naar Europa. En precies. Ja. Maar dat kan dat nog wel in natuurlijk de huidige tijd? Natuurlijk kan dat. Waarom niet? We hoeven niet alleen. We kijken eerst naar de Nederlanders. We kijken niet alleen naar de Nederlanders. Ja. We kijken niet op korte termijn. Want dat is het Europa-verhaal ook geweest. In 60 jaar geleden begonnen. Dat was van jongens, we moeten samen gaan werken. Ja, op gebied van handel. Dat is de gedachte achter de EU ooit geweest. We zitten nou in de eurozone. De gedachte erachter was de Verenigde Staten van Europa opbouwen. Dat was de gedachte. Nooit meer oorlog. Nooit meer oorlog, Nee, onthoud dat. Ja. En nooit meer oorlog. Dus we komen net uit een oorlog. Dus de verschillen zijn heel groot. Er is heel veel haat en nijd. We maken er een 70, 80-jarig project van. Ja. We gaan er 60, 70 jaar over doen. Maar dan gaan we richting de VS werken. Ja.
Hè? Nooit meer onder. En gemeenschappelijke munt, gemeenschappelijk beleid. Ja. En 70 tot 80 jaar de tijd van nemen om dat te bewerkstelligen. Hè? Dus dat, en daar moeten we ons offers voor brengen. Hè? Dus het lange termijn beleid, het plan is duidelijk. We denken dat we daar beter van worden. En in de tussentijd moeten we ons vertijden dat een stapje terugzetten. En dat is ook de Europese samenwerking geworden. Ja. Met vallen en opstaan. Dus de, als je als Nederlandse regering kun je zeggen van nou weet je wel, met het Oekraïnebeleid ook. Oké, we kunnen met z'n allen een stapje terug doen. Hè, dat is oké. Maar dan moeten we op lange termijn moeten we toch een perspectief hebben. Wat is nou in god hemelsnaam het perspectief dat met dit beleid voor Nederland en voor Europa. Misschien, wie helpen we? Wie helpen we? Wie wordt hier beter van? Opgeteld, lange termijn. En uiteindelijk... Nee, wie wordt er beter van? Nou ja, maar kijk, alle oorlogen eindigen uiteindelijk aan een onderhandelingstafel waar mensen moeten geven en nemen. Dus uiteindelijk gaat toch Rusland hier iets voor elkaar krijgen wat misschien nu nog onbespreekbaar is voor iedereen. Ja, maar in de, altijd. Ja, maar in de tussentijd... Dus uiteindelijk hebben we waarschijnlijk gevochten voor niks. Want je had dit ook meteen kunnen regelen aan de onderhandelingstafel, maar... Ja, dat is de Amerikaanse druk op de Russen, dat is één. Hè? En, kijk, ik ben van oorspronkelijk een econoom van ontwikkelingslanden. Hè? Kijk, voedsel en energie zijn wereldmarkten. Ja. Wij zijn rijk. En voor ons is het al niet leuk wat er nou gebeurt. Hè? Nee. Voor heel veel mensen. Maar in de derde wereld, wat dan vroeger de derde wereld heette, emerging markets. Daar gaat het als een zijs door die economie heen. Hè? Hoge energieprijzen en hoge voedselprijzen betekent gewoon terug de armoede in. Ja. Niet een paar mensen, gewoon heel veel mensen. Ja. Dat is de consequentie, niet bewust natuurlijk, maar dat is de consequentie van het feit dat wij, Nederland, Duitsland, even stoer moeten doen ten opzichte van Rusland en Oekraïne, waar we de Oekraïners niet mee helpen en de rest van de wereld in problemen brengen. Dat is toch, als je een afweging maakt tussen plus en min, kort en lange termijn, dan is er toch alles fout aan. Nou ja, alles. Je zou eigenlijk, wat jij net zei, want inderdaad, je zou het bijna vergeten, maar de gedachte achter de Europese samenwerking is nooit meer oorlog. Maar misschien moet je nu 80 jaar later eens even gewoon opnieuw herijken. Hoe bereik je dat? Nooit meer oorlog. En dan is misschien het tegen Amerika aanschurken is helemaal niet the way to go. Maar die discussie wordt volgens mij helemaal niet gevoerd. Nee, we lopen schoteltjes achter de vingers aan. Nog steeds? Ja. Uit wat? Een soort sentiment? Dat ook nog fascinerend is. Je kunt toch zeggen, de Amerikanen hebben ons bevrijd. Ja. De Russen hebben meer offers gebracht, hè? Ja, maar dat is ook weggepoetst in de geschiedenis. Hè? Dan niet onbelangrijk. Zelfs bij de herdenking van 75 jaar mochten de Russen er niet bij zijn. En hoe wil je ze schofferen? Ongelooflijk schande. Maar goed, dit terzijde. Ja, dus je kunt wel zeggen, Amerika heeft ons veel gebracht. Is ook zo. Hè? Ja. En grosso modo hebben ze ook... Maar je moet op een gegeven moment ook zeggen van nou, moeten wij mee blijven gaan in hun... Als zij oorlog ruzie willen maken in Rusland, dan moet je hem zelf weten. Want, kijk, die Europeanen. Weet je wel... Wij ons zitten geen enkele plus in. Wij hebben niet eens een plan. Dat maakt ons niet uit. En we hebben alleen maar minnen. Gewoon korte termijn, lange termijn, klein. Alleen maar minnen. En we gaan weer door. Hoe treft het de Amerikanen dit? Die hebben ook last van die hogere prijzen natuurlijk. Ja, maar die inflatie was daar ook al voor Oekraïne. Is het niet een afleidingsmanoeuvre of zo? Dat is de Amerikaanse lange termijn strategie. In ieder geval in het Amerikaanse parlement. Tegen iedere prijs Rusland aanpakken. En misschien de aandacht een beetje afleiden van datgene wat er in de VS gebeurt. Ja. En dat zal een beetje wel erg cynisch natuurlijk een rol spelen. Ja. En ook hier is de propaganda, jongens. Als we een beetje doorknokken. En de Oekraïnse spullen blijven geven. Dan gaan we kunnen ze wel winnen. Well, that's not gonna happen, weet je wel. Nee, Vietnam all over again. Kijk, in Vietnam gingen de Amerikanen dood. Ja, en niet onlang. Nu gaan de Oekraïners dood. Tot nu toe de Oekraïners, maar rukt het op onze kant op. Dan blijft het daar niet toe. En die Zelensky, weet je wel, die blijft gewoon. Het is echt, dat is gewoon krankzinnig. Die moet al maanden zeggen, jongens, dit gaan we niet redden. Ja. Dat gaat die man nooit doen. Dat is wel een groot Nederlandse parlement. Even die man zijn applaudisseren. Ja, ja, ja. Een antidemocraat, een dictator, een eigen volk. Vind jij hem een dictator, ja? Oh, jij niet. Jij zegt het. Je bombardeert je eigen bevolking. Je pakt de oppositie op. Hij is democratisch gekozen. Dat is hij nou niet meer. Dat is de tijd. Hè. Hij pakt de oppositieleden op. Als je vinger opsteekt, ga je de bak in. Dat lijkt me nou niet echt een vrije democratie. In ieder geval niet een land dat we snel bij de EU moeten willen hebben. Dat wilden we in 2015 wilden wij dat al niet eens. Nee. Dat is allemaal, maar goed,
Maar de EU, kijk, de NATO is een verdedigingsorganisatie. Dat is altijd een militair. De EU is in principe een organisatie om met elkaar in welvaart toe te nemen en er beter van te worden. Dat is een heel ander uitgangspunt. Dus ik denk niet dat Poetin, dat hij er op zich niet zoveel bezwaar tegen heeft als Oekraïne bij de EU gaat. Want dat is een heel andere insteek dan de NATO. Ja. Nee, maar die Amerikanen spelen een krankzinnig dubieuze rol om alle reden. Dat is allemaal nog tot daar aan toe. Maar wij gaan als schoothondjes achteraan, terwijl alle negatieve consequenties voor ons zijn. Ja. Wat worden wij er beter van? Maar hoe zie jij dit eindigen dan, Kees? Ja, dat is nou de grote vraag natuurlijk. Hè. Het zou mij niet verbazen, Marianne, als er een staatsgreep komt in Oekraïne. Door het leger, hè? Door het leger? Ja. Door Rusland gesteund? Nee, door het Oekraïns leger. Kijk, die generaals, Marianne, die zien gewoon wat er gebeurt, hè. Die brengen gewoon mensen naar de slagbank. Ja. Ja. Dat zou zomaar kunnen dat een paar generaals zeggen. Want het is een zinloos verhaal. Wij offeren alleen maar mensen op. We gaan nooit winnen. Die Zelensky moet weg. Ja. Ja. Want die generaals die hebben veel meer oog voor de situatie. En voor het lijden van het Oekraïns leger. Voor de totale kansloosheid. Ja. Het zou me niet verbazen. En daar die generaals gaan ik nu beginnen naar Poets. En die gaan gewoon onderhandelen over met Rusland, jongens. Weet je wel. En vanuit de slechte positie, dat kan allemaal wel zijn. Ja. Dit is kansloos. Geen kanonnenvlees meer leveren. Nee, geen kanonnenvlees. Hey, en zie jij binnen de EU nog een lichtpuntje dat er nog iets... Of is er een soort grens aan wat wij als bevolking accepteren? We voelen het nu eigenlijk nog maar net, hè? Alle effecten, alle economische effecten ook. Nou ja, die waren natuurlijk al zien, wat ik net al zei. Die waren al aan het begin. Pre-Oekraïne, die wordt alleen maar verscherpt. Ja. En ja, als je gewoon kijkt naar wat er over de Nederlandse bevolking heen gestort wordt aan nieuws en informatie, dan is het nog steeds, we hebben een dader en we hebben een held. En terwijl dat niet zo is. Ja, maar je ziet ook al bijvoorbeeld, heel in het begin ging iedereen die Oekraïners in huis nemen. Nou, toen kwamen op een gegeven moment zelfs in NRC kwamen de interviews met al die keurige NRC-lezers die zo'n Oekraïner in huis hadden genomen. Zeiden, ja, we hebben ze toch bij de COA afgeleverd. Zoek het maar lekker uit. Dus dat sentiment, ik bedoel, Nederlanders kunnen best een maandje hun goede gedrag volhouden, maar daarna ook niet meer. Dus dat gaat hier natuurlijk ook wringen. Wat je ook iedere keer ziet, en daarom begon ik net over milieu en corona. Als die politici eenmaal ingezet hebben op een plan... Ja, hè, zijn ze er nooit meer van af te krijgen. Kijk, Marjan Zwageman, die kent het begrip voortschrijdend inzicht. Ja. Als je op een gegeven moment doe je iets... Kees de Kort heeft dat ook. Dan gaan we ze ervan invragen. En dan dacht hij achteraf, dat was niet zo'n goed idee. Ik kan beter iets anders doen. En dan ben je blij natuurlijk. Hè. Ja, maar goed, wij hebben niet een hele land te besturen. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom voortschrijdend inzicht. Dat je leert van de dingen die je gedaan hebt. En denkt, dat moeten we gewoon niet nog een keer doen. Dat kunnen we beter. En dat is met de regering ook. Ja, ja. En je kunt zeggen, nou, we hebben in een vlaag van totale verstandsverbijstering iets gedaan. En dan gaan ze nooit toegeven. Nee, maar dat, ook bij maar corona, dat gek is, nooit. In de samenleving wordt dat gezien als een plus. Ja. Als je iets durft toe te geven van wat... Nou, weet ik niet hoor. In de mediacratie zitten we wel in een afrekencultuur. In de normale samenleving met gewone Nederlanders wordt dat buitengewoon gewoon als jij durft toe te geven. Dus ja, hoe lang duurt het voor dat, laten we zeggen, de gevestigde orde? Ja. Bereid om in te zien. Jongens, dit hadden we beter niet kunnen doen. Ja. Nou, jammer. Maar, nou, waarschijnlijk duurt dat 50 jaar. Pas als er in de geschiedenisboekjes... Dan gaan er een hoop gekke dingen gebeuren. Want dan gaan we doordrammen met iets wat kansloos is.